Goedemorgen, het is zondag 10 uur. Het regent. En ik voel me nog fucked up. En helemaal omdat mijn moeder vandaag jarig is, die er al een paar jaar niet meer is. Maar die dagen hakken er even lekker in. Dus ik ga als de video even mijn dingetjes doen en daarna dan zien we wel. Maar ik weet niet of ik veel ga vloggen vandaag. Vandaag kwarktaart maken omdat Christen. En ik maakte weer een keer springrolls in plaats van sushi met rijst. Zo, het is 1:30. We hebben geluncht. Ik ben mijn pubertje Nio alleen. Hoi. Oh ja. Drone en Ras zijn Pokémon vangen. Maar ze hebben geen BH. Kutkind, je wel een klerenkennertje. Nou, ho. Even excuus aanbieden, dankjewel. Nu? Yummy? Sorry. Dus, ik voel me iets beter, maar wel moe, ik heb het koud. Dus ik ga nog even mijn koffie drinken en even nog wat werken. En dan ga ik even twee wassen weer werken. En dan ga ik denk ik maar even weer onder de zonnebank even bijkomen. Mijn gezicht. Oh mijn god, zit hem hier in. Hou op, niet achter. Dus, zo te doen, met die film. Ik hoef ook niet echt te koken, we hebben snackdag vandaag. Kippenpootjes, stokbrood, smeerseltjes. Perfect. Niet moeilijk doen, ik heb even geen zin. Dus, dat gaan we even doen. En nu kippenpootjes uit de maatzak. Voor onze snackmiddag dadelijk. Oeh, stoom. En dit is dodelijk. Het is zo lekker, hè? Ik mag ze niet. Zo zonde. Helaas. Papa. Zij is nog tevreden van de zijkant. Dankjewel. Is lekker? Nou, zo moet je niet zijn, man. Nee, niet ophouden, hoor. Mijn moeder de verjaardag eet altijd een tompoes. En dit jaar nemen we lekker zelfgemaakte kwaliteit. Met een kop thee. Zo. Dus bij zessen. We hebben lekker gegeten met z'n viertjes. En nou ben ik kapot. Ja. Dus ik denk dat ik zomaar lekker ga douchen en
lekker mijn bedje in duik, want ik ben toch nog niet helemaal topfit, geloof ik. Nee. En dan de verjaardag van mijn mams, die ik weer moet missen. Ja. Blijft elk jaar weer in hakken. Net zoals mijn sterfdag ook. En, het zijn echt die dagen waar je gewoon het liefst gewoon je nest stapt en denkt van doei. Ja. Hebben we druk aankomende week? Nee. Dinsdag heb ik weer contact met de arts, want er zou natuurlijk afgelopen donderdag bloed geprikt worden. Maar omdat ik zo ziek was, hebben we dat niet gedaan. Dus dat moet deze week echt gebeuren. Want tijdens het eten kon ik niet eens mijn mes vasthouden. Omdat mijn armen en mijn handen weer zo verkrampt waren, is dat al zo even min. Dus ja. En dat bleek, nou ja, bleek Becky. Ingevallen Becky weer. Nee, gaat even niet zo zoals het hoort. Nee. Ik was aardig aan het opkrabbelen en ik kreeg er een beetje een bol gezichtje en dat zakt weer helemaal in. Ik zou vorige week ook een update voor het project aanmaken, maar weet je wat het is? Er is weinig te updaten en ja, ik weet het niet. Degenen die me langer volgen weten ook, de ene keer gaat het onwijs goed en dan ben ik weer wat voller en gaat het allemaal weer wat lekkerder en dan flikker ik weer van die ladder af. En ja, om dat elke keer te herhalen op project A, dat gaat een beetje vervelen. Ja. Maar goed, zodra de bloeduitslagen binnen zijn, dan laat ik het jullie natuurlijk wel weer weten. Dus, hebben we verder nog wat te melden? Nee. Nee, morgen begint weer gewoon een leventje. Alles weer aan het werk. En naar school. Ja. Ik hoop dat ik morgen gewoon mijn bed had kunnen. Ja. Dus. Ja, ik wilde mijn nagels nog doen. Ja, en dat heb ik gedaan. Ik heb de nagellak eraf gehaald en gewoon radicaal kort geknipt. Dat heeft geen land mee te betalen. Dus helemaal, ik ga het vlogje afsluiten. Bedankt voor het kijken. En duimpje omhoog als je het leuk vond. En even mijn kopje klikken als je wil abonneren. Vinden we leuk. En tot volgende week. Doei.